wel goed is. Vrienden en fans van Studio Brussel, hij is hier weer aanwezig op deze zondige zondagnamiddag. De popkenner uit Antwerpen, niemand minder dan Clément Perens. Dag Clément. Hallo. Clément, de actualiteit van de laatste weken die we toch moeilijk kunnen wegdemsteren, heeft nu een invloed gehad op de popmuziek? Bertje, er is dus een geweldig probleem. Hè. Ik vind het persoonlijk niet funny dat ik dat moet ten berde brengen. Maar dus de popmuziek en de actualiteit vallen dan geweldig samen. Hè. Dus volgens mij gaat de regering vallen. Het is nou zo dat is de politieke sky. Iedereen het gevoel dat hij zo iets clearer is geworden en de aandacht is naar verschuiven die neuren op en zo. Ja? Maar ik heb hier dus, in verband met dus die ontsnapping van Dutroux, hè. Ja, ja. Ik heb hier de nevensingle van de mensen die gewoon morgen in de winkel liggen. Dat nummer is 2 weken geleden, dus voor die ontsnapping was die al afgemixt. Ja? Dus je gaat dat door. Vorm de wagen gedacht, ofwel is die Frank van der Linde een soort elderzijnde, een soort vader Lottie eigenlijk. Ofwel wist hij niet en heeft hij onder één oetje gespeeld, dus met een Dutroux. U hebt hem? Ja. Dat is het spel dus, hè. De nieuwe single van de mens. De nieuwe single van de mens. Voor de ontsnapping, dan. Ja. De geur van het woud maakt mij dronken van weemoed naar de tijd. Dat niemand mij herkende. Niemand, met kinderen. Heerlijke arbeid, brood op de plank. En nadien iets gaan drinken met de bende. De bende van niet de wenen, niet wenen. Nee, wees maar niet bang. Ik blijf bij je levenslang. Niet wenen, niet wenen. Nee, wees maar niet bang. Ik wil het toch niet zo morgen. Blijf bij je levenslang. Ja, dat is wel heel indrukwekkend. Ja, dan zou je kunnen zeggen. Allee, ach nee, echt slechte willen, want het is een beetje vocht, zou nog wel vrij kunnen gaan. Maar normaal, allee, dat weet iedereen, de nummers van Frank van der Linde, die gaan altijd over niks. Nou, wat hij niet eens over eet, dat kan geen teufel zijn, Bertje. Nee, dat is inderdaad. Maar ik heb dus ook nog een andere exhibitie, dus een bijma van de Teura. Wil Teura? Van de Teura, opgenomen in februari. De Teura had dan knobbels op zijn stem, juist zijn stem terug. Die waren er net terug. Dat gaat volgens mij dus boenk over hetzelfde. Een tekst is geschreven door Nelly Bile. Dus normaal, dat mens het alleen over zonneschijn, regen, daar de wind, soms al eens heel voorzichtig over de vrouwen. Maar dus na stort de Teura zich werkelijk veerklauwens op Public Enemy number 1. Het is een duimmaker, hè. Je had je baard nog speciaal afgeschoren. Allee. En je koos voor een vogelvrij bestaan. Maar in de bossen reed je verloren. En toen mijn bandido is het misgegaan. Moet ik geen tekeningen zien te maken, hè? Jij was even vrij. Vrij voor jou en mij, mijn bandido. Mijn bandido. Wat je deed was niet steeds fijn. Je deed de mensen pijn. Had je dat nodig om gelukkig te zijn? Je zou bijna denken dat het er dus echt over gaat. Het is ongelooflijk. Ja, zie je wel. Ja. Dus Bert, je kunt je wagen afvragen, ja. Ook al die mensen die in februari al wijzen. Hè. Dus, we moeten ons realiseren, dat is de Teura die woont in Brussel. Ja, ja. Welke kringen dat die zijn aangedaar beweegt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dus Michel Nieuw, die beweert in zijn boek dat hem, ik geloof in 1974, er een optreden van een Teura is geweest. Ja, dan weet je het. Natuurlijk nog meer eigenaardige songs. Het leven is als toneelbaas en de spelers. Dat heb ik ook altijd verdacht gevonden. Over de Raza Balletten kunnen gaan. Ja. Dan Hopeloos, de zon in mijn bestaan is ondergegaan. En de Mannen van de Nacht. Ja. Over het echte harde Brusselse nachtleven. Maar Bert, daar is toch niks in vergelijken. Met wat dus Luc de Vos ooit zijn botten heeft geslagen. Hè. Van Gorky? Ja, die zijn lessen. Zijdijn is in Meert ooit gekomen, denk ik. Ja. In Meert. Er stond een mystery track op. En dan speelde die het De Boze Wolf is los. Luister daar maar eens in. Ja. Een demo, hè. En de konijntjes in het bos roepen helemaal op hun mama. En het speelgoed is kapot. En de trein is van
op papier. Is wel goed, is en de kindjes bij de paternoster met hun hoeren kleren aan. Want u doet is in het bos, het zwarte piet ook. En we bidden voor de tijger met hun hoeren kleren aan. Oh, die droe, jij lief even zweet. Zet dat maar stil gezegd, waar dat maar echt een machtig woord, hè. Want, allee, dat klopt dus woord voor woord. Bert, ik ruik er zodanig kekenvlies van dat ik hier allemaal in de naai zou kunnen leggen, hè. Maar, misschien genoeg voor een heel omelet. Maar hoe kan dat? Hoe kan die jongen dat allemaal weten? Ja, volgens mij is er maar één correct antwoord mogelijk op die vraag. Dat is dus dat Luc de Vos, dat hij een soort mentale voorsprong heeft van jaren op iedereen. Dus die kan terugkijken naar een stilkomst, hè. Met andere woorden, Luc de Vos soort universele geest, dus wereldgeest eigenlijk, is een soort kosmologisch brein dat buiten de wetten van ruimte en tijd dus de wereld min of meer besteedt, volgens mij. Dan zegt u dus dat Luc de Vos eigenlijk een soort god is? Ja, dat is misschien een groot woord en persoonlijk, ik ben niet gelovig, dus ik zou dat niet direct zo noemen, maar ik heb dus wel altijd gedacht in de kosmos, er moet toch iets meer zijn, er moet dus toch een soort allesomvattende kracht zijn, een soort oorsprong van alles, dus een principe, de onbewogen beweger, en dat blijkt dus na Luc de Vos te zijn. Bedankt, Clément. Geen gedaan.